And he's a clever head side, but the most of basketball, the most of the night. We kwamen hier vierde Paralympische Spelen. Je hebt hier ook zilver gewonnen, maar deze keer was je ook echt veel minder van dat team. Een bronsmedaille in Rio. Evelien komt weer topsport met het zijn van jeugdarts en de opvoeding van vier dokters. Met steun van haar partner Jo, die zit daar boven. Ik denk dat ik namens allerlei mag spreken als ik zeg dat we ontzettend veel gesprek hebben voor hoe jij door het leven gaat en dit soort prestaties neer te zetten. En daarom vonden we het vandaag niet zo heel goed. Eén groot applaus voor Evelien. Dank u. Het is wel gewoon dat mensen het waarderen dat je daar toch aan Paralympics hebt meegedaan en er belangstelling voor hebben. En ja, ik vind het hartstikke leuk. Wij ja. zijn trots op je. En nou, mooi. Ja, ja. Maar het is ook je tweede medaille. Ja, maar deze is wel veel meer waard dan mijn eerste. De eerste was zilver in 96 en toen heb ik alleen maar op de bank gezeten. Hier heb ik ook te veel op de bank gezeten, maar daar wist ik ook wel een beetje de oorzaak van, want ik had een beetje gedoe met mijn voet zoals nu. En daardoor ben ik er toen een tijdje uit geweest. Dus dat heeft wel, ja, wel een aantal weken gekost, waardoor ik achterop kwam. Dus het feit dat ik toch meeging en toch mijn speelminuten heb gepakt, meer dan ooit, ja, dat maakte wel tot een bijzonder toernooi.